Yo mensen, tof ik kijk deze video. Mijn naam is Wesley van FIFABOY1999 en vandaag weer de RKC Carrière Mode. Het is vandaag zaterdag en hoeveel is vandaag? Ik zou verspieken. Het is vandaag 21 december. Ik heb deze video vrijdag opgenomen, maar het is vandaag voor jullie 21 december. We gaan de wedstrijd tegen Twente en Sporting Lissabon spelen. Onze eerste wedstrijd in de Europa League is dus een feit. Dat gaat gebeuren. De wedstrijd na de wedstrijd hier tegen Twente. En die moeten we eigenlijk wel minimaal gelijk of winnen. Dat zou het mooiste zijn. We spelen het gewoon met de basis zelf. Want er zit best wel veel tijd tussen de wedstrijden van Twente en de wedstrijd tegen Sporting. En ja, we gewoon hopen dat we het gewoon in ieder geval de groepsfase minimaal derde. Vierde zal wel heel erg zijn. Maar ik hoop minimaal derde halen. We hebben een hele moeilijke pool. Sporting en Roma zijn de twee moeilijkste eigenlijk als je het zo bekijkt. Dus dat we hopen dat we sowieso tegen Roma proberen het goed te doen. Ik kreeg ook een reactie onder de vorige video van doe die afbeeldingen weg in de video. Nou, je ziet al dat de afbeelding bovenin is weg. Want jullie konden het scorebord niet zien en ik heb nu dus alleen onderin dat gedaan. Dus jullie zien onderin nu de kerstboom of de kerstman staan. Gewoon dat het kerst is, de intro hebben jullie ook gezien, is aangepast. Dus ja, voor de rest is het helemaal prima zoals jullie het vonden. En ja, dat wou ik jullie toch even mededelen. Maar goed, eerst deze wedstrijd tegen Twente maar doen. Na 10 minuten gespeeld nog steeds 0-0. Jullie zagen het al, we hadden al wat kansen, maar die gingen er helaas niet in. Twente nu, Espinosa. Komt er een kans voor Twente? Ja, die komt er hier voor Lacourte en Stekelenburg met de redding. Weggehaald, Espinosa. Trouwens, nu op de bank met Bert van Marwijk. Als jullie mijn Insta in de gaten hebben gehouden. Als jullie me niet volop Insta, doe dat dan. FIFABOY1999 officieel. Dan kunnen jullie mij dingen nieuws. Dan krijgen jullie nieuws te zien eerder dan nu op YouTube. Ik weet het, de koperwet is er ook nu in FIFA. Of FIFA in YouTube. Maar ik hoop dat ik daar toch gewoon geen last van krijg. Want ik heb mijn video's op niet voor kinderen staan. Dat betekent dat ik het eigenlijk geen problemen mee zou kunnen krijgen. Dus ik hoop dat het gewoon mijn kanaal blijft bestaan. Ik ga niet stoppen en zo. Ik blijf gewoon doorgaan, doorknallen. En we zien wat er van gaat komen. Ik hoop gewoon dat het nog aangepast gaat worden, sowieso die wet. Want ik vind het jammer dat het zo moet gaan. Maar goed, laten we gewoon doorgaan. En ik blijf gewoon doorknallen voor jullie met de video's, de carrière modes. Maar goed, op de bank dus nu bij Bert van Marwijk. Mark van Bobbel en Giovanni van Bronckhorst. Mark van Bobbel, assistent nu van Bert van Marwijk, omdat hij ontslagen is bij PSV. En naast hem ook Giovanni van Bronckhorst, die natuurlijk weet wat winnen is. Oud-coach van Feyenoord, weet dat kampioen worden is. En nu dus assistent van RKC Waalwijk. Net als Mark van Bommel. Dus het is een goed trio in ieder geval op de bank. Maar goed, dit is ons laatste seizoen bij RKC. Dus laten we hopen dat mochten we weggaan, een van de twee assistenten meegaat naar onze volgende ploeg. En dat zou ook een middenmotor zijn in Nederland. Want ik ga hierna naar een ploeg in Nederland. Dus dat zou zijn Vitesse, dat kan zijn ADO. Zie je sowieso een ploeg die in de middenmotor komt. Wij zijn nu ook middenmotorploeg, maar ik bedoel een hogere ploeg dan RKC. Groningen, Heerenveen. Dat soort ploegen. En vanuit daar ga ik dan naar het buitenland. Dus nu 2 jaar geweest bij RKC. Dan weer 2 jaar bij Heerenveen of een andere ploeg. We kijken wat er komt op ons pad natuurlijk. Welk team in Nederland wil komen. En daarna de stap maken naar het buitenland. Naar een andere Engelse ploeg. Misschien Premier League. Dat zien we allemaal wat er gaat komen op ons pad natuurlijk. Jullie kunnen ook achterlaten. Ik krijg natuurlijk sowieso wat aanbiedingen. Maar als ik gewoon gelijk zie. Oké, dat vind ik een mooie ploeg om heen te gaan. Dan doe ik dat. Ik ben natuurlijk Feyenoord fan. Ik heb de Feyenoord kernmotor ook. Dus ik wil met Bert van Marwijk niet naar Feyenoord. Anders heb ik de 2. Dus ik blijf bij deze. Ik blijf hierbij dat gewoon Feyenoord PSV Ajax uitgesloten is. Bij deze kernmotor Bert van Marwijk. Geen Ajax, geen PSV en geen Feyenoord. En ook misschien ook geen AZ. Die ploegen zijn uitgesloten. Omdat er toch wel 4 topploegen zijn. Echt daar het fans achter zitten. In ieder geval deze wedstrijd 0-0. Ja, ik heb er eigenlijk het meeste in gepraat. Ik heb er geen commentaar gegeven waarom. Omdat er deze wedstrijd nauwelijks iets gebeurt. Hier Chong nog met een schot. Tahiri met een schot. Maar het gebeurt maar niet deze wedstrijd. Dus het is 0-0. Het is een sombere wedstrijd. Maar als we dit gaan gelijk spelen, dan is het wel iets minder. Dan staan we weer 7e, 6e in de competitie. En dat willen we niet. Want de volgende wedstrijd is tegen Feyenoord. En dat zien we dan weer volgende week. Maar we moeten in ieder geval toch wat zien te halen. En sowieso onze eerste Champions League wedstrijd hebben we dat ook hierna al. Die moeten we sowieso goed minimaal gelijk spel zien af te sluiten tegen Sporting in de eigen stadion in Waalwijk. Eerste keer het volgens mij RKC meedoet in de Europa League. Moet ik even de geschiedenis nagaan van RKC. Dat hoor je dan in de volgende aflevering. Want morgen is er weer de Feyenoord Kremmoot. Maar goed, deze wedstrijd al 5 minuten te gaan, nog steeds 0-0. Fusicic, Aitor, Bergwijn,
Berggreen. En een goede ontschepping Leemans. En dan is hier Van der Sluis en Chong en Leemans. Ja, is dus bij het team gekomen. Doet het wel redelijk, kan ik jullie vertellen. Tahiri. Tahiri, mooie bal op Leemans. Leemans, komen we eruit? Kunnen we de 1-0 maken dan in de laatste minuut, in de slotminuten? Nee. Want Twente verdedigt goed en dat betekent dat de wedstrijd gaat eindigen in een 0-0 stand hier in Waalwijk tegen FC Twente. Het is jammer, maar we spelen gelijk 0-0. En ja, nu is de wedstrijd tegen Sporting Lissabon. Je ziet een beetje versneld de persconferentie voorafgaand aan onze eerste Europa League wedstrijd. Natuurlijk, we zijn niet de favoriet, want ja, als je in de pool zit met Roma en Sporting onder andere, die andere ben ik even vergeten, dus dan moeten jullie mij helaas schuldig blijven. Dat ben je niet favoriet natuurlijk. Maar natuurlijk hoop ik ver te komen. Groepsfase zal heel erg knap zijn. Ja, laten we gewoon hier minimaal winnen of gelijk spelen. Dat zou het mooiste zijn voor RKC. Van der Sluis is geschorst. Dat betekent dat hij niet mee mag. In zijn plaats komt Bakker. Die wou al spelen de verleden keer in de wedstrijd. Heb ik dat niet gedaan. Dat was ik vergeten. Nu dus geef ik hem de kans tegen Sporting notabene in de Europa League. RKC's eerste Europa League wedstrijd. Bert van Marwijk's eerste Europa League wedstrijd na zo lange tijd. Dat hij een ploeg getraind heeft. Volgens mij was de laatste dat hij een ploeg getraind heeft. Volgens mij nog in het buitenland. Hij heeft nog Saoedi-Arabië volgens mij. Hij heeft nog landen gedaan. Nu ook Hongarije natuurlijk. Wie jullie gisteren gezien hebben. Maar goed, de wedstrijd. Onze eerste Europa League wedstrijd met RKC Waalwijk tegen Sporting. De oude ploeg van Ricky van Wolfswinkel. Die nou natuurlijk bij ons speelt. En dat is ook wel heel mooi natuurlijk. De oudspits van Sporting nu tegenover zijn oude ploeg. Speelt nu bij ons. Doet het daar heel erg goed. Scoort aan een lopende band. Bijna elke wedstrijd. Behalve net dan tegen Twente. Maar hij scoort wel op belangrijke momenten. De Honvlaar de aanvoerder natuurlijk. Stekelenburg in het doel. Van Wolfswinkel, Stekelenburg, Vlaar zijn de oude rotsen in de team bij RKC. Doen het goed. Sporting gaat er toch uitkomen. Cabral. Dat is ook een oude bekende. Als dat de Cabral is die ik denk dat het is, dan is het een oude bekende. Fernandez en het is al gauw de 1-0 achterstand voor RKC. We staan achter met 1-0. Het is Fernandez die scoort. En zo staan we al vroeg met 1-0 achter. Ondertussen is de 41ste minuut. Fernandez. Sporting is de bovenliggende partij deze wedstrijd. Meulensteen onderschept goed. Kunnen wij er voor de eerste uitkomen op slag van rust. Greco bereikt Chong niet. Wendel. En Van Rossier. Een mooie bal hier. Op Fabra. Wendel richting Rapinha. Bakker zit druk, maar dat is ook einde eerste helft. Dat betekent dat we 1-0 achter staan, vlak voor rust. En dan gaan we de tweede helft met 1-0 achterstand. Dat is niet lekker, de kleedkamer in natuurlijk. Maar goed, laten we hopen dat het in de tweede helft iets beter gaat voor RKC. Dat we in ieder geval een doelpunt kunnen maken. Dat zou natuurlijk het leukste zijn, het mooiste zijn. Dumbia, Bron, Fernandez, Cabral, Fabra, Fernandez. Houdt de bal nog steeds. Kan hem aan Cabral geven. Cabral, Fernandez, Greco, Leemans, Spierings, Vente. Komt hij er dan nu eigenlijk aan? Chong en Van Wolfswinkel lopen naar voren. Van Wolfswinkel. Ricky van Wolfswinkel tegen zijn oude ploeg. En het is de gelijkmaker. Ricky van Wolfswinkel maakt hem. De oud spits van Sporting. Ziet hem hier voor RKC erin. En het is de gelijkmaker van Ricky van Wolfswinkel. Wat mooi ook voor hem. Dat hij tegen zijn oude ploeg kan scoren. En het is de 1-1. Ook dat is mooi. 56e minuut. Waar wij toch meer aanval krijgen nu met Chong en Vente. En Van Wolfswinkel daar weer. Van Wolfswinkel voor de 2-1. Gaat Van Wolfswinkel? Nee, geeft hem af hier aan Greco. Geeft hem voor richting Vente. Weggehaald. Leemans. En de bal is buiten spel van Vente. Dat betekent dat het een vrije trap is voor Sporting. Voor de doelman. Maar wij geen wissel gaan doen. Ik dacht dat ik een wissel ging doen. Maar ging even kijken hoe lang mijn opname al duurde. Even kijken, Leemans krijgt hem hier onder controle. Bakker naar Vente. Vente, Chong, Bakker. Het wordt druk. Chong, laatste ruim 30 minuten nog te gaan. Greco. Netto en buitenspel hier weer van Vente. Zat vaak buitenspel, Dylan Vente. 61 minuten gespeeld, 1-1 de stand. Spannende wedstrijd tegen Sporting. Wendel, Dumbia, Fernandez. Dumbia, Wendel, Rozier, Chong zet druk, maar hij kan het wel niet goed doen. Wendel, komt de kans weer voor Sporting, weggehaald, Vlaar, de vrije trap is er voor Sporting. Tahiri komt erin, voor Vente. Spierings, mooie bal weer op Greco, die is te lang, kan hem goed voorgeven.
Kan hij hem goed voorgeven? Greco gaat voor zijn eigen kans. Greco van Wolfswinkel en het is de 2-1. Ricky van Wolfswinkel. Wat een wedstrijd voor hem, zegt, tegen zijn oude tegenstander. Zijn oude ploeg. De 2-1. Twee doelpunten van Wolfswinkel. De man van de wedstrijd wel te verstaan. Vandaag in Waalwijk tegen zijn oude ploeg. Ricky van Wolfswinkel. Met al 10 minuten te gaan. De 2-1 voorsprong voor RKC. Cabral. Cabral wordt onder druk gezet door Meulensteen. Cabral houdt zich goed staande. Hier de kans voor de gelijkmaker en hij zit erin. Het is weer 2-2. Waar Hoekstra staat langs de lijn om in te vallen. Maar Sporting komt op gelijke hoogte. Het is 2-2. En zo gaan we weer voor van beginnen. In de extra tijd. 3 minuten. Waar Chong. Tahiri bedoel ik de bal heb. Hoekstra. De vervanger. Gaat er nog tenslotte een doelpunt komen? De 3-2. No, Hoekstra ziet hem net naast. En dan is de wedstrijd voorbij. En dan spelen we gelijk 2-2. Niet slecht. We hadden natuurlijk moeten winnen door 2 doelpunten van Wolfswinkel. Maar ze kwamen laat nog op een gelijkmaker. Dat betekent dat deze wedstrijd niet weten te winnen. De volgende wedstrijd is tegen Feyenoord. Die hopen we natuurlijk goed af te sluiten. Ja, ik ben Feyenoorder. Maar goed, het zou wel goed zijn als we hem winnen of gelijk spelen. Laten we hopen wat het wordt. U ziet de volgende aflevering weer. Bedankt voor het kijken. Druk op het tijd voor als je het niet gedaan hebt. En later.